In het kader van de Maand van de Wederopbouw is er vanochtend een museumwoning geopend aan de Mispelstraat in Veldwijk Zuid. Wat hier te zien is, dat is bijna de oorspronkelijke inrichting zoals die vroeger was toen het gebouwd is. Hij is gebouwd na 1955 als afsluiting van de wederopbouw, woningbouw in Veldwijk. En daar is iemand komen te wonen, een gezin met een kind. En dat kind is hier altijd blijven wonen. En die heeft ook nooit gewild dat er wat veranderde aan de binnenkant. En de meneer was een heel bijzonder iemand. Jan heette die van zijn voornaam. En Jan die stond bijvoorbeeld altijd 's morgens om 5 uur op. En dan ging hij de wijk door op zoek naar oud ijzer. En dat deed hij met een kruiwagen. En zo sober als hij met kruiwagen zijn boeltje bij elkaar schaalde, zo sober was ook zijn inrichting. Het feit dat je, als je aan de buitenkant kijkt, dat er niks opvalt, want dat is altijd meegegaan. Maar aan de binnenkant dat het nooit met de tijd is meegegaan. En daar zit bijvoorbeeld nog een ouderwetse bruinzeelkeuken in. Wat voor veel mensen uit van vroegere tijd opeens een herinnering losmaakt. En daar zit ook een lavet in. En een lavet is de wasgelegenheid die toen eigenlijk heel modern was. Want je kon jezelf in wassen, je kon je kinderen wassen. Maar je kon ook de was erin doen. Want er was een schoepenrad wat je erin kon zetten en dat kon heen en weer gaan bewegen. En daarmee kon je de was doen. Dat was eigenlijk de voorloper van de wasmachine. Stichting Erfgoed en Welbions hebben de woning teruggebracht in oude stijl in samenwerking met de wijkbewoners. Nou, er kwam een vraag vanuit de werkgroep of wij mee wilden werken hieraan. En deze woning die stond vrij en was nog helemaal ingericht zoals het vroeger was. En daar hebben we aan meegewerkt. Dus we hebben onze medewerking verleend aan de werkgroep. Nou, bewoners hebben ook meegewerkt. En de hele straat hier was ook op de hoogte. En Jan was toch wel een beetje een icoon in de wijk die iedereen kende. Dus voor iedereen echt een verrassing. En heel blij, de bewoners in de wijk zijn ook heel blij dat de woning op deze manier behouden is. Tevens is deze woning ook te huren, inclusief de ouderwetse inrichting.